5 januari was alweer voor de 14e keer de nieuwjaarshondenduik in Millingen aan de Rijn. Er werd gezwommen voor het goede doel, namelijk de Dierenambulance Nijmegen. ...27 honden met hun baasjes gingen na het startschot op pad en de honden gingen heerlijk los. Na afloop zorgden Erika en Willy met heerlijke snert en een broodje knak voor de inwendige mens en voor de honden als beloning een kluif en een medaille. De opbrengst ruim €400.